Vandaag zijn er veel belangrijke updates vanuit de richting van Avdiivka. Hier vinden de meest intense gevechten plaats, recht voor Avdiivka. Hoe verder de Russen zijn gegaan, hoe moeilijker het voor hen werd om terrein te winnen. In feite, op het moment dat de Russen de deur naar Rivier bereikten, verloren de Russische troepen volledig hun momentum, wat de Oekraïners een perfecte kans gaf om het initiatief terug te nemen. Dit is enigszins onverwacht, omdat zowel Oekraïnse als Russische analisten speculeerden dat de Oekraïnse verdedigingslinie langs de Dürna rivier onderontwikkeld en te zwak is om de komende Russische offensieve operaties te ontvangen. Desalniettemin heeft het Instituut voor de Studie van Oorlog beoordeeld dat de Russische troepen de kans niet hebben gegrepen om de rivier over te steken voordat de Oekraïners meer samenhangende en moeilijker te doorbreken verdedigingslinies konden vestigen. Als gevolg hiervan hebben de Oekraïners de frontlinie geleidelijk gestabiliseerd. De controle over de nieuwe verdedigingsposities geconsolideerd en de mogelijkheid van het uitvoeren van tegenaanvallen ontgrendeld. Russische bronnen meldden dat het Oekraïnse commando besloot versterkingen in de regio te stationeren en beweerde dat deze mobiele onafhankelijke aanvalseenheden snelle invallen uitvoeren om Russen uit nieuw veroverde posities te verdrijven. Het feit dat Russische troepen moesten overschakelen van een puur offensieve houding naar een semi-defensieve, leidde tot een aanzienlijke vertraging in het tempo van de Russische operaties. Wat de Russische vooruitgang nog meer bemoeilijkte, was de lokale geografie, vooral in het centrale deel van de regio. De geografie van de regio verminderde de veelzijdigheid van aanvalsfactoren en dwong Russen te opereren binnen zeer smalle paden tussen de rivieren. Bovendien werden Russen gedwongen zichzelf te overbelasten door te moeten bewegen door de uitgestrekte velden om Oekraïnse posities langs de rivier aan te vallen. Oekraïnse strijders van de Derde Aanvalsbrigade hebben gevechtsbeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe Oekraïners Russische aanvalseenheden detecteren en vernietigen met clustermunitie onderweg. Aangezien zeer weinig aanvalseenheden erin slaagden om intact bij de Oekraïnse posities te komen, nam de intensiteit van de Russische aanvallen vanzelfsprekend af. De snel veranderende dynamiek dwong de Russen hun tactieken aan te passen als ze verder wilden gaan. Het eerste wat de Russen deden was hun focus verleggen naar het noordelijke deel van de verdedigingslinie. Hier hadden de Russische troepen niet de beperkingen in de vorm van rivieren en geulen, wat hen meer ruimte gaf voor manoeuvres. Bovendien zouden de Russen door het doorbreken van de Oekraïnse verdediging in Berdigi de Oekraïners van twee kanten kunnen aanvallen en de Oekraïnse verdediging veel gemakkelijker kunnen afsnijden. Het tweede wat de Russen deden was zich aanpassen aan Oekraïnse tegenaanvallen door in feite zelfmoordeenheden in te zetten. Deze eenheden zouden proberen zo diep mogelijk de Oekraïnse verdediging binnen te dringen, zich ingraven en een alomvattende verdediging houden om Oekraïnse troepen te lokken. Dit gaf de Russen in de achterhoede wat tijd om de controle over de grijze zone te consolideren. Deze eenheden waren meestal te ver van de rest, zonder vooruitzichten op het ontvangen van voorraden of versterkingen. Om zo ver achter de contactlijn te komen, zetten de Russen meerdere gepanzerde gevechtsvoertuigen in die met volle snelheid naar de nederzetting snelden. Zoals u kunt zien, slaagden de meeste van deze voertuigen er niet in om te ver te komen en werden ze geïmmobiliseerd of vernietigd door de artillerie. Andere beelden toonden de gevolgen van een van dergelijke aanvallen voor de Russische infanterie, waarbij tientallen lichamen verspreid over het veld werden getoond. De meest recente rapporten uit deze regio geven aan dat Russische troepen hun waardevolle operationele reserves zijn gaan inzetten om te voorkomen dat ze het initiatief volledig verliezen aan Oekraïnse tegenaanvallen. De inzet van de operationele reserves om de beweging richting de tactische doelen te ondersteunen betekent slechts één ding: de Russische detachementen die hun gevechtscapaciteit hebben verloren door verliezen, worden naar de frontlinie gestuurd zonder volledig te zijn aangevuld met verse troepen. Dit vermindert de algehele kwaliteit van de aanvalsgroepen. Dit heeft al geresulteerd in een reeks rampzalige aanvallen. Oekraïnse strijders van de 47e Gemechaniseerde Brigade hebben een video vrijgegeven waarin wordt getoond hoe Russen probeerden Digi vanuit het zuiden binnen te komen. Zoals later bleek uit de documenten, waren sommige van de soldaten die naar deze zelfmoordaanslag werden gestuurd, officieel gemobiliseerd slechts acht dagen voor deze aanval. De aanvalseenheid bestond uit drie gepanzerde gevechtsvoertuigen en ongeveer veertig troepen. Het eerste voertuig werd al in de velden geraakt door Oekraïnse artillerie. Het tweede voertuig onderging hetzelfde lot bij de nadering van het dorp. Een voertuig slaagde erin Russische troepen naar de rand te brengen, waar Russen onmiddellijk probeerden posities in te nemen in zoveel mogelijk gebouwen. Helaas voor de Russen stuurden de Oekraïners op het moment dat de Russische aanval werd gedetecteerd, een britli naar de regio. De Oekraïners kwamen op tijd aan en openden het vuur vanuit het machinegeweer terwijl de Russische troepen nog aan het uitstappen waren. Als gevolg hiervan werd de hele Russische aanvalseenheid volledig geliquideerd. Over het algemeen hebben Russen het niveau van paraatheid van de Oekraïense verdedigingslinie voor AfDievka onderschat. De Oekraïense strijdkrachten slaagden erin om de Russische opmars tot stilstand te brengen en zelfs het aantal tegenaanvallen in de regio op te voeren. Dit leidde ertoe dat het Russische commando gedwongen was operationele reserves in te zetten. Het feit dat de ingezette detachementen midden in de reconstitutie waren, betekent dat Oekraïners de langdurige Russische offensieve capaciteiten ondermijnen. Dit zou moeten leiden tot een nog grotere stabilisatie van de frontlinie. Als u tegen de invasie van Oekraïne bent en uw solidariteit wilt uitdrukken, overweeg dan een aankoop te doen in de online winkel UA Supporter. Hier kunt u veel producten vinden met Oekraïnse symbolen, evenals dubbele vlaggen met de Oekraïnse vlag en de vlag van uw land. De link naar de online winkel staat in de beschrijving. Dank u voor het kijken en ik zie u in het volgende verslag.